In deze video leg ik uit wat data-driven design inhoudt. Als je data-driven design hoort, dan hoor je met name twee woorden: data en design. Data science of data scientists analyseren complexe datasets, grote datasets, met het doel om daar inzichten uit te halen. Product designers ontwerpen producten vanuit een design brief of vanuit een probleemstelling, een observatie, een interview. Data scientists die eindigen veelal met een conclusie. Ze zijn heel goed in het analyseren van data, middels complexe analyses, algoritmes. Maar de vertaalslag van die conclusies naar een herontwerp van het product is iets wat veel minder gebeurt. Product designers zijn heel goed in het ontwerpen van producten, maar minder goed in het analyseren van data. Data-driven design is het speelveld daartussen, tussen data science en product design. En het gaat echt om het vertalen van de conclusies uit een dataset naar een herontwerp van een product. Data-driven design bestaat uit een aantal fases. Allereerst het verzamelen van data. Vooral met gebruik van sensoren middels producten die al data verzamelen, zoals webapplicaties of slimme producten, zoals een smartwatch, een slimme thermostaat thuis. Na het verzamelen van data wordt die data geanalyseerd. Dat kan met verschillende soorten software. Het meest bekend is Excel. Het kan met complexere software als RStudio. Je kan ook heel veel in Tableau doen of in Python. Het doel bij deze fase is om conclusies te trekken uit die data, daar inzichten uit te halen, die je vervolgens in de laatste stap kan gebruiken om te herontwerpen vanuit data. Dus het herontwerpen vanuit data is dan echt vanuit de data zelf, in tegenstelling tot hoe dat normaal gesproken gaat in het ontwerpproces vanuit een interviewsessies met een aantal gebruikers, of vanuit een design brief die je krijgt, een probleemstelling. Dit is echt vanuit kwantitatieve gegevens. Nou, dit klinkt nog vrij abstract. Aantal voorbeelden. Ik wil drie cases laten zien. De eerste is een fysiek product. Dat is een voorbeeld van Nike. Waarbij sensoren worden geplaatst op hun producten. Of op de atleet om daar gegevens uit te halen die ze vervolgens kunnen gebruiken voor het herontwerpen van hun producten. Ik ga niet het hele filmpje afspelen, maar dan heb je een beetje een idee. Designed by themselves, they have no power. They're not going to do beautiful things, but the overlap and the convergence of those two together is when beautiful things happen. It's an extremely creative process to be a researcher in the Nike Sport Research Lab. If you look at all of us, we're all extremely passionate about sport. We geek out on the science of athletes and athletic performance. Every day is a new challenge, and we want to make athletes better all the time. Athletes ask us for three things. They ask us to make me better, to protect me, and to inform me. The better you understand the needs of that athlete, the better you're going to make product. Motion capture is one of the tools we use. What it allows us to do is really objectively understand an athlete in motion. Een ander voorbeeld is valt in digitale producten. Dat is een case van Funda. Funda die heeft de dataset met zoekresultaten van hun bezoekers beschikbaar gesteld aan een groep data scientists. En die hebben daar een aantal inzichten uitgehaald. En op basis daarvan, of die inzichten die hebben ze gedeeld met een architectenbureau die daarmee aan de slag is gegaan om het ideale woonhuis te ontwikkelen. Elke nacht dromen we ongeveer 2 uur. We dromen in ons huis, maar ook over ons huis. Of beter gezegd... Kun je in een rijtjeshuis het gevoel van een kasteel krijgen? We hebben onze data ter beschikking gesteld aan 2 getalenteerde architecten. En hen gevraagd om op basis van onze analyse het droomhuis van Nederland vorm te geven. We hebben de ruimtelijke kwaliteit van een kasteel als uitgangspunt genomen voor het ontwerp van een nieuw soort rijtjeshuis. Na maanden van overleg, design en fine-tuning ontstond stap voor stap het Fundahuis. In het Fundahuis hebben we eenzelfde gevoel van ruimte kunnen creëren als in een kasteel, door een grote leefruimte te combineren met compacte kamers. Het ruimtelijke gevoel wordt verder versterkt
doordat we gebruik maken van doorzichten met veel licht, een doorzonzolder, een inloopbad en een torenkamer. Zo heeft Funda het eerste Big Data huis van Nederland ontworpen. Niet zomaar een rijtjeshuis, maar een rijtjeshuis dat invulling geeft aan de dromen en wensen van heel Nederland. En tot slot het laatste voorbeeld in openbare ruimtes. Dat is een voorbeeld van Sidewalks. Dat is een dochterbedrijf van Alphabet, het moederbedrijf van Google. En dat bedrijf is bezig om de stad te herontwerpen, om die zo efficiënt mogelijk in te richten. En ze starten in Toronto. Daar hebben ze een stuk grond gekocht om dat van de grond te krijgen. En het interessante van Sidewalk Toronto is dat hun, de tekst die je hier leest, dat is hun design brief. En die design brief, alle stukken tekst die rood zijn gemarkeerd, of die zijn onderstreept, daar zitten datasets achter. Dit is ook het idee achter data-driven design, dat voordat je een ontwerptraject start, dat de data of de inzichten uit de data leidend zijn bij het herontwerpen. In dit specifieke geval gaat het om het herontwerpen van een kruispunt. Die ontwerpers hebben dit als startpunt genomen. Wat hebben deze drie voorbeelden met elkaar gemeen? Dat is dat data hierin een integraal onderdeel is van het ontwerpproces. Aan de rechterkant heb ik uit een artikel van het Cardiolab, Delft Design Labs, een stuk gehaald van een ontwerpster. Die ook aangeeft, industrieel ontwerpers die zijn van nature gewend om naar de gebruiker te kijken en daar heel uitgebreid onderzoek naar te doen. Dat onderzoek is vrijwel altijd kwalitatief van aard. Slimme systemen leveren daarentegen contextuele data afkomstig van sensoren op het lichaam. Daarmee krijg je inzicht in veranderingen in het lichaam op langere termijn die je met de huidige vormen van datacollectie niet boven water krijgt. Simpelweg omdat mensen zich van veel gedrag niet bewust zijn. Sensoren registreren allerlei onbewust gedrag wel. Het interessante hier is dat je middels data, middels sensoren, interactie kan kwantificeren. Tot slot, dit is een nieuw of relatief nieuw veld, data-driven design, maar wel een veld waar steeds meer over wordt geschreven, waar steeds meer onderzoek naar is en een veld wat heel erg in beweging is. Je ziet veel artikelen over Internet of Things, hoe dat productontwikkeling ondersteunt, the rise of the data product manager, fictieve cases zoals wat zou er gebeuren als Amazon richting de gezondheidszorg zou gaan. Dat roept natuurlijk allemaal ethische kwesties op, technologieën die steeds toegankelijker, goedkoper worden. Dat is ook het hele idee met sensoren, die worden steeds goedkoper en toegankelijker, waardoor deze vorm van ontwerpen ook steeds interessanter wordt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat het topic data-driven design een stuk duidelijker is nu en dat jullie een idee hebben van wat jullie komende blok te wachten staat.